Loeifan en dag, mijn beste koetjes. En welkom hier op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers hebben België binnengevallen en ze hebben het ook veroverd. En daarom is iedereen, zelfs de kabouters uit Kabouterbos, opgeroepen om mee te vechten. Zelfs ik, Kabouter Plop. We zitten hier in de Argonne en we moeten terugtrekken. We hadden de aanval ingezet, zo te zien. Alleen, we hebben het niet gered binnen een bepaalde tijd. En dan moet je terugtrekken. Hallo, vandaag spelen wij Verdun, als jullie dat nog niet merkten. Als je misschien dacht dat het Battlefield 1 was, dan nee. We moeten momenteel deze loopgraaf verdedigen. Zodat die gemene Duitsers niet onze plopkoeken afpakken. Anders zijn ze goed in hoor. Daarvoor zijn ze hier gekomen. Oké, ik ga dus hier een beetje aan de rechterzijde zitten. Want ik zie dat hier geen teammates van mij zijn. En dan kunnen de moffen hier gewoon binnenvallen. Dan weet ik eigenlijk niet of moffen een scheldwoord was in die tijd. In ieder geval als de Belgen... Want dat speel ik momenteel nu, zoals jullie kunnen horen. Als ik als Belgen speel, dan schelden ze de Duitsers uit met Duits. En zo, dus dat is denk ik dan een soort Belgische vorm van mof, weet ik veel. Maar in ieder geval, we moeten ervoor zorgen dat Duitsers niet onze loopgraven nemen. Want dit is onze loopgraaf. We hebben het hier heel knus en zo. No, no. Daar komt er eentje aan. Hoppa, dat is de eerste kill. De eerste Duits dood. Oh, daar ook nog één. Kom maar op, man. Oh, jee. Ja, die ging even zweven. Ik denk dat hij wel dood is, want ik zie hem niet meer bewegen in ieder geval. Oh, zit daar een MG? En daar was, dat was een MG. En dan komt er gewoon een pistool aan. Nee, dacht het niet, meneer. En nu ook wat? Ja hoor, dat ziek idee. Zit al 3 kills. Gaat lekker, gaat lekker. Jullie raken niet mijn plopkoeken aan, Duits. Nee, nee, nee. Het gaat al vrij goed, eerlijk gezegd. Ik ben nog niet door mijn nek geschoten of zo, of weet ik veel wat. En dat is fijn, want dan ga je een beetje dood. Zoals deze man hier, die heeft een beetje last van buikpijn. Heeft iemand een gitol voor hem? Dacht ik al niet. Voor mij zegt het heeft weer buik, maar dat maakt niet uit. Misschien anders iets. Hallo, Duits? Oh, daar ben je. Ik moet misschien mijn kopie te ver omhoog doen, want anders krijg ik waarschijnlijk een kogel door mijn kopie. En er zit onze gunner. Hey, kabouterlui, wat ben je aan het doen, man? Oh, daar schieten. Oké, okay, doe dat. Maar een Duits? Ja hoor, kom maar erbij. Genoeg plopkogels voor iedereen. Maar komt er niet aan. Er zit op zich wel goed verdeeld zo te zien over dit lijntje. En die man die daar, die heeft pas grote ballen. Moet je kijken, man, die staat daar gewoon heel, heel dapper. Daar zo een beetje te staan. Buiten het loopgraaf. Waarschijnlijk krijgt hij zometeen wel kogel door zijn kopje. Maar dat maakt niet uit. Ik waardeer de moeite wat hij doet. Oh, dan moeten wij weer terug gaan vallen. Let's go, hoppa. Dit is het kutste eigenlijk van de game. Het moeilijkste wel te staan, want nu moeten wij dus aanvallen. We hebben dus onze loopgraaf voor een tijdje verdedigd. En dan moeten wij binnen 2,5 minuut de andere loopgraaf zien in te nemen. En die Duitsers zitten dan weer goed ingegraven en zo. Behalve deze Duitser, die is dood. En jij ook nog op? Hoppakee. Ja, 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 daar doen we het voor. Ik heb overigens manual bolting aanstaan, voor degene die dat wat zegt. Dat betekent dus dat ik zelf het mechanisme moet herladen in plaats van dat de game dat voor je doet, wat hij normaal doet. Oh, meneer, nee, oh, wow, 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 wow. Doe eens even niet. Weet hij nog steeds? Ja, ik zie je wel. Oh, nee, dat is een granaat. Daar fuck ik niet mee. I don't fuck with grenades. Shit, misschien is het niet de beste tijd om te herladen, maar oh god. Ik heb opeens 21 punten erbij omdat ik goede tweet had. Dat is best wel heel erg knap. Oké, okay, ik span even binnen 3 seconden. We kijken even Ponydark, die niet zo superveel lijkt te doen. Behalve een beetje te zitten met zijn machinegeweertje. Maar ja, dat doe je natuurlijk een beetje met een machinegeweer, ondersteuning. Een beetje zorgen dat de vijand zijn kopje laag houdt. Als die naar voren durft te gaan. En dan maai je ze leuk neer. Zo is het leven. Zo is het leven. Oké, okay, daar loopt een van mijn squadmates of iemand van een andere Belgische squad. In ieder geval, hij heeft hetzelfde soort uniform als dat ik heb. Dus ik ga ervan uit dat hij mijn teammaat is. Oh, hallo. Hoppa, dacht het niet. Ik had niet eens de kill, maar... Oh, hoehoe. Dat is vrij pijnlijk. Ik ben een beetje door mijn kill heen geschoten. Ai. Ja, die man had een machinepistool, dus daar win ik het niet van. Met mijn bolt action rifle. Dat is een beetje jammer. Goed. Oh, we zitten redelijk dichtbij, zo te zien. Dan lig je wel 10 maanden dood, zoals deze man hier. Die lijkt niet te goed. En deze man heeft voor mij een beetje last van zijn nek. En die ook. Dus moet eventjes bij een masseur langs gaan. Oh god, ik zit hier een beetje bent down. Hebben we smoke of zo nodig? Want zit hij best wel vast, of niet? Ja. Ik denk op het moment dat ik in mijn kopje uitsteek, dan vliegt er een kogeltje erheen. Dus laten we misschien maar niet doen. Of, oh, wauw. Die man die maakt even een mooie kop, hoor. Die is wel een beetje dood, denk ik. Ja, shit. Maar ja, zo is de horror van de oorlog. Oh, shit. Die schoot mij even neer midden in de lucht. GG, meneer, GG. Ligt hier gewoon een stapel lichamen. Allemaal Belgen. Helemaal van dezelfde kant proberen aan te vallen. Hé, hey, dat is weer Ponydark. Die is niet goed bezig, denk ik. Tenminste, hij probeert zijn machine weer een beetje te deployen, maar het lukt hem niet.
Oh ja, kijk, we hebben een foothold. Want dat is inhoud dat we dus langere tijd krijgen om... Oh, we moeten weer terugtrekken, what? Nou goed, al goed, al goed. We gaan gewoon hier verdedigen dan. En dit is niet eens een goed plekje waar ik moet staan, want ik moet in de loopgraaf staan. Daar waar de actie is. Daar waar we het kabouterbos het beste kunnen verdedigen. Yes. Oh, kijk, daar laten we... Oh, die werd er gewoon neergemaaid. Hartstikke idee. Goed zo, teammate. Ik geloof in jou met je machinegeweer. Kabouterlui. Even kijken. Ja, oh ja, die gaat ook weer neer. Goed zo, goed zo. Ja, mooi, mooi, mooi. Andere enemies hier zo die een kogel door een kopje willen. Nou, ik denk dat de machinegeweer het op zich wel goed kan houden. Tenzij die zometeen gesnuit wordt, dat kan ook. Oké, kijk, ik dacht even dat deze man dood was, maar is hij dood? Nee, hij zit daar gewoon een beetje. Hij zit daar een beetje. Mooi. Ik blijf bij deze man in de buurt. Vooral omdat hij een kogel kan opvangen, ook op die van de zijkant. Dus ik vertrouw erop dat hij dat wel voor mij doet. Hij ziet eruit als een aardige man. Misschien als ik zijn zijkant verdedig, vindt hij dat ook wel heel fijn. Eens even kijken. Jij daar? Hoppa! Ja, dat dacht ik al. En een kogel voor jou. Nice. Het gaat goed, het gaat goed. Ik ben nog niet zo vaak dood gegaan. Een stuk of 3 keer. Met hoeveel kills? Als ik dat kan zien. 6 kills, 3 deaths. Nou, is toch een KD van 2, dus ik ben trots. Maakt niet uit. Hoppa, hé, hey, jij ook wat? Nee, nee, nee. Jij, oh, hallo. Echt. Is daar iemand? Nou, ze laat de kopje niet zien. Dan gaan we even laden. Kogeltje erbij, hoppakee. Krijg ik het snelste laden als je gewoon alle 5 kogels eruit schiet. Want dan duwt hij een soort clipje erin. En dan krijg je 5 kogels in één keer in plaats van dat je ze stuk voor stuk herlaat. Maar ja, als je echt even niks te doen hebt en hoeft toch maar 1 kogeltje erbij, dan is dat op zich wel goed te doen hoor. Hallo? Nou, die komt naar deze kant op, anders word je al neergemaaid door het machinegeweer. Hey! Hoppa, voor mij was hij door het kopje heen of niet? Nou, het telt in ieder geval als een kill. Ik zag even niet of hij door het kopje heen ging. Oh, damn. Het zijn de kleiduiven schieten zo, die dan uit de lucht komen en dan vallen mortieren neer. Voor deze man kreeg hij nou een kogel door zijn bakkers, ik weet het niet. Van mij is onze moet hier landen, dus die kunnen ons überhaupt geen damage doen. Maar, oh, daar gaat de granaatje. Pas even op. Waarschijnlijk gaan ze zo meteen een avond inzetten. En die man is doodgebloed. Hebba! Dat is niet fijn. Misschien dat ik hem even verband moet geven of zo. Oh, wauw. Dat zijn wel moorders. Ik denk dat we treffen een soort... Oh, hallo! Een schijfje door mijn bakslot. Dacht het niet, dude. En daar nog eentje. Nee, dat is een lichaam. Goed genoeg, ik probeer het. En dan moeten we weer aanvallen. Damn. Het gaat een beetje over de weer telkens. Wel verladen. Ik zag... Was dat nou een Duitser of is die dood? Nou, oh, die is dood. Oké, die grijpt naar zijn keel. Dan mag ik een beetje van uitgaan dat hij aan het doodbloed is. Ik vlog even een kogeltje langs mijn koppie. En hallo, Duits. Oh, shit. Dat was ook gewoon mis. Oh, damn. Ik ben gedood door een dodelijke kip. En ik heb ook een beetje last van mijn maag. Oh, haal de trachitol. Haal de trachitol, please. Ik zit een beetje vast hier. Ja, oké. Naar voren. Negeer de machinegeweren. Negeer alles wat op je schiet. Gewoon blijven doorlopen. Gewoon gaan. En niet je poten breken. Dat is ook op zich wel fijn. Dan span ik helemaal achter mijn eigen loopgraaf. Is niet handig. Oh, ik loop met dode Belg. Heleboel dode Belgen hier. Waarschijnlijk zijn er meerdere squads Belgen of niet? Ja, er zijn 2 squads Belgen van de 4 die wij hebben. Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Ik ben dode Belg. Er liggen er heel veel hier. Even kijken. Waar is de enemy? Jij een enemy? Nee, je bent teammate. Oh shit, ik word een beetje beschoten deze kant op. Misschien moet ik even naar voren gaan met mijn team in plaats van een beetje hier zitten. Misschien... Oh, nee, ja, die was erbij gericht. Dus even, misschien kan ik hier langskomen en dan dit gaatje even opzoeken. Die man gaat zeker niet of niet. Wow, wow, holy shit. Teleporteer in de eerste wereld, alle soldaat. Het is magie, alles is mogelijk. Misschien werd hij wel gewoon door de kracht van de ontploffing teruggeblazen en daar zit de machine weer. Of niet? Ja, nu is hij dood. Oh, shit. Oh, ik lig gewoon nog dood met... alsof ik het geweer in mijn hand heb. Damn. Nou ja, ik heb in ieder geval het machinegeweer gedood. Dat is best wel een groot verlies voor de vijand. Want met zo'n machinegeweer kan je natuurlijk een heleboel mensen tegelijkertijd neermaaien. Zoals deze man niet doet. Ponydog. Die een ander machinegeweer gekregen heeft in plaats van de Lewis gun. Oké, let's go. Let it... Oh, fuck. Oh, dat ziet er nog op eigenlijk uit. Die was best wel een mooi schot. Ik had eigenlijk niet door dat we... Oh, daar gaat een andere teammate even van meneer. Die ook even trachitol nodig heeft. Of hij heeft misschien een beetje last van zijn darmen. Hè? Misschien te veel Belgische wafels en spruitjes gegeten. Kan gebeuren. Oké, okay, let's go. Voor Plopsaland in doorhasselt. Moet ik wel van naar voren gaan natuurlijk. Anders heeft die charge niet zo heel veel nut. En dan ben ik weer op mijn eigen loopgraaf. En we hebben nog... We moeten weer terugtrekken trouwens. Bedenk ik me net, ja, zo te zien. Wauw. Want ik zag dat er nog maar 1 seconde op de klokje stond. En dat we daarom weer moeten terugtrekken. Ja, misschien kunnen we hier nog wat mensen terugsnijpen. Oh, damn. Dat die man nog leeft. Zij het een mortier van onszelf was, in dat geval oké. Okay. Maar als het van de vijand was, dan kan ik me weinig voorstellen dat hij nog leeft. Maar ja,
Hij drukt gewoon even de granaatscherven uit zijn lichaampje. En alles komt goed. Daar schreeuwen een stel Duitsers die aan het dopelen zijn. Hopelijk komen ze niet deze kant op. Eigenlijk wel natuurlijk, hè. Kunnen we wat kogeltjes verkopen aan hun? Hallo, bent u geïnteresseerd in onze herder en ridder Gert Verhulst? Nee, nou, ze kan je ons wat geven. Hoeven we niet, hou die maar bij je. Hallo? Oh, daar komt er een. Hallo. Ik zie hem niet. Ik zag hem wel bewegen, maar ik denk dat hij al dood is. Want deze man staat... Oh, wat? Nee, dacht het niet. Hoe kan hij nog leven? Hij wordt er twee man beschoten. Nou, hij is ook al dood. Laat maar. Ja, even dubbel tappen, weet je zeker dat hij dood is. Want ik ga even maar weer terug, want er gaan een beetje te veel kogels naar me. Oh shit, dat is een Duitser met een bajonet. Haha, nee. Doei, ik heb hier geen zin in. Is hij dood? Oh, hij zit nog steeds achterna! Hij zit nog steeds achterna! Is hij dood? Kom op, laat hem dood zijn. Holy shit. Dat was intens, hij had ook gewoon een bajonet en zo. Ik heb ook een geweer, maar ik heb geen bajonet erop. Ik kan alleen maar met mijn achterkant slaan. Nee, dat ben ik. Rustig, niet schieten. Gelukkig bestaat er geen friendly fire in het game, want anders gaat het heel snel fout. Oh, hallo? Oh, die werd neergemaaid. Die officier... tenminste, ik denk dat het officier was, want hij had een mooi petje op. En de meeste officiers hebben een mooi petje. Oh, ik dacht wel dat het een enemy was die daar omhoog klopte, maar dat is een teammate. Dacht het niet. Hoppa, ga jij me daar maar lekker slapen. Oh, nee, ik wil te laat. Nee, please, er komt een ritje aan. Nee. Ah, nee. Damn. Die maakte even een gatenkaas voor mij. Damn. We gaan toch niet deze loopgraaf verliezen, hè? Wij moeten ongeveer een halve minuut verdedigen, totdat ze weer moeten terugtrekken. Tenzij de Duitsers een voethold krijgen. Dat betekent dan dat ze met z'n genoeg in zo'n loopgraaf staan. Dus dat is niet best. Oh, daar gaat weer een granaatje. Wel, Rip Mason. Oh, die verloor even zijn benen, jongetjes. Niet normaal. Ja, ik weet dat ze een foothold hebben. Maar ik ga gewoon in mijn uppie deze hele kant verdedigen. Komt goed. Eerste Wereldoorlog gaat fout. En... oh yes, dat voelt lekker. Ik heb Kerstmis doodgeschoten. Oh nee, misschien wordt nu de Kerstman heel boos op mij. Enfin, ik sta helemaal niet goed trouwens. Dit is de achterste loopgraaf. Ik moet een stukje naar voren, hè, om werkelijk waar nut te hebben en verdedigend te zijn. Kijk, is dit een goede loopgraaf? Ja, dit is de goede doorgang. Nice. Hallo, meneer de Duits. Kom maar. Kom maar, mannetje. Nee, dacht het niet. Oeh, dat was pittig lucky, eerlijk gezegd. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dat zou winnen. Ben jij een lichaam? Jij bent een lichaam. Gezelligheid, alom. Verladen. Hoppakee. Nou ja, dan gaan we maar weer eens een stukje naar voren. Ah, cheeky day. Over de... Hey, doe eens niet, man. Oh, die is dood. Oké, die ligt gewoon een beetje dood te bloeden. Jammer dat je dan enemies niet kan afmaken. Dat je dan daar ook nog gewoon een soort mercy kill punten voor krijgt. Of een punten aftrek, want dan moet je ze laten leiden. Meneer, doe eens even niet. Hoppa. Machine geweer, meneer. Nee. Oh, die is dood. Ik denk dat die dood is. Ja, we even een kogeltje laden. Doen we niet moeilijk over. Dan gaan we weer naar voren proberen te komen. Ja hoor. Even kijken. Dit ziet er mooi uit als een stukje dekking waar we kunnen chillen. En als je een beetje wilt chillen is het best wel een probleem. Want ik zit aan in de Eerste Wereldoorlog en dat is heel gemeen. Oei. Shit, die was een beetje mis. En pok. Ah, shit, die was mis. Ik ben niet zo'n goede schutter, als jullie kunnen merken. Hoppa, die was wel raak. No fucking met kabouterplop. Oh, die is ook al dood. Oké. Ja, deze gaan we denk ik niet winnen, want over een halve minuut eindigt de match. En zowel wij als de enemy hebben niet de loopgraaf kunnen veroveren. Stop met herladen, please! En hoppa. Haha, Kingslayer. Oh, damn. Alle kogels vliegen rond mijn oren. Rond mijn kaboutermuts. Ja, zo kan ik ze niet raken, want ik ben keihard geprest. Dus ik ga niks raken hier. Oh, do. Stuk omhoog en hallo, meneer. Oh, had ziek idee. Hij had geen kogels meer. De sukkel. Had ziek idee. Nou, dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken deze aflevering van Verdun. We hebben misschien niet gewonnen, we hebben misschien niet verloren, maar we hebben het wel overleefd, soort van. Dus ik vind het goed genoeg. Laat een duimpje en een fractie achter en abonneer op Cowjuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie je volgende keer weer en zeg daarom hier, blijf vloeien met z'n koetjes, blijf vloeien.